Welkom allemaal. Gaan jullie met me mee? Want wij zijn weer open. En ik ga jullie laten zien hoe veilig en hoe leuk het museum nog steeds is. En een paar kleine spelregels ga ik jullie ook even wijzen. Maar ik ga jullie vooral laten zien hoe leuk het is. Kom. Hier hebben we regeltje nummer 1. En dat is dat we hier ons aan verkeersregels houden. Rood wacht op blauw. En we werken heel graag met reserveringen. Het is niet verplicht, maar wil je naar binnen, dan is het toch handig om te reserveren. Je kan het eventueel hier nog via de QR-code doen of thuis op de website op je gemak. Kaartje kopen of scannen. En zoals jullie zien ook alles achter plexiglas. Het restaurant ook helemaal coronaproof. Maar hele lekkere donuts. En kijk eens wat wij ook hebben. Een heel lekker giftig drankje. Krijg je toch zin in na een museumbezoekje? Gaan jullie weer mee verder? In het museum hebben we wat dingetjes bedacht, zodat jullie nog steeds de spelletjes kunnen doen. Want we zijn natuurlijk een actief en interactief museum. We hebben een hele mooie pen met twee kanten. Deze is voor de knoppen en deze is voor de touchscreens. Handen desinfecteren kan hier en ook op andere plekken. Hier komen we bij het eerste gedeelte. En dan zie je dat we het in vakken verdeeld hebben. Hou vooral rekening met elkaar met de 1,5 meter afstand en dan krijg je een heel leuk bezoek. Hier heb je nou een voorbeeld van een interactief spelletje wat je met deze pen kan doen. Met de knop druk je de toets in. En vervolgens kan je gewoon veilig gaan spelen. Zonder dat je met je handen eraan hoeft te zitten. Dit spelletje bijvoorbeeld kan je niet met deze pen doen. Dus wat hebben we dan? We hebben gewoon desinfectant. Even de handen insmeren. En vervolgens kan je gewoon rustig het spelletje doen. Alles is lekker schoon en veilig. Neem jullie even mee naar het demo gifpunt. Bij het gifpunt doen we weer de handen desinfecteren. De pen even in mijn zak. Doe de handen even desinfecteren. En dat heeft als voordeel dat ik dan eventueel aan de dieren mag zitten. Aan de spullen die ze hier hebben. Dus ik zou eventueel aan deze spannende duizendpoot kunnen zitten. Niks aan de hand, want mijn handen zijn schoon. Kan je kiezen. Wil je de winkel in of wil je verder? Maar ja, we willen natuurlijk allemaal wel een beetje shoppen. Ook hier, hou 1,5 meter afstand van elkaar. Als je nou iets ziet wat je heel erg leuk vindt en wat je heel erg graag wil hebben, dit leuke boek bijvoorbeeld, dan neem je dat mee. En dan ga je naar de dame bij de kassa en dan zeg je, ik wil heel erg graag dit boek hebben. Nou, je kan het gewoon ervoor houden. Hoef er nergens aan te zitten. En ik kan contactloos pinnen. Hoe schoon is dat? Nou, hier zijn we bij de toiletten aangekomen en ook daar hebben we wat meer maatregelen genomen. We hebben een afgesloten vuilnisbak voor de papieren handdoekjes. Er wordt regelmatig schoongemaakt. Kraan en zo kijken we allemaal extra naar. Hou hier wel even rekening mee. Het is niet zo groot als hier iemand al staat. Wacht eventjes buiten. Ik heb bij de onderwaterervaring een kaartje ingeleverd bij de baliemedewerker. En ik leg mijn pen hierin en straks krijg ik een schone pen terug. Want in de onderwaterervaring zit zo'n pen natuurlijk niet zo lekker. Het poppetje staat nu nog op rood. Zodra ik door kan, dan wordt hij groen. Zie je? En dan kunnen we gaan lopen. Ga je een klein stukje mee? Nou, hier komen we in de vissershut. Maar dat ga ik jullie nog niet laten zien, want daar moeten jullie een kaartje verkopen. Nou, ik heb jullie een heel stuk meegenomen door het museum. Maar hierboven hebben we nog veel meer. En ik heb het natuurlijk even heel snel gedaan. Maar wat ik heel erg leuk zou vinden, is als jullie binnenkort zelf naar het museum zouden komen. Je kan je kaartje reserveren op www.natuurmuseumfriesland.nl. En dan hoop ik je heel snel hier in dit hele leuke, fijne museum te zien. Waar echt heel veel voor jullie te doen is.